Hey, ik ben Mark van Motkleding Center TV en in deze video vertel ik jullie meer over de Health Black 8 en Health Black Gamble beschikbaar bij motorkledingcenter.nl. Motorkleding Center, de specialist in motorkleding. De Health Black 8 en de Health Gamble zijn ontworpen speciaal voor de naked bike rijders en de sportieve tour motorrijders die net iets anders zoeken dan een normale set motorkleding. Ze maakt van 750D Dupont materiaal, wat een beetje eruit ziet als katoen. Dus het materiaal van deze jas is wat gladder dan de normale Cordura materialen die je ziet. Wel net zo slijtvast, maar gewoon iets meer fashion uitstraling. Voorzien van SASTEC protectie op de schouders, op de ellebogen. En op de rug is die voorzien van een foamplaat die je eruit kan halen en die je kan upgraden met een CE level 2 gekeurde rugprotector. Aan de achterzijde hele grote ventilatie, leuk detail van deze jas. Hij is helemaal zwart met heel veel reflectie erop, maar de ritsen die zijn aan de achterkant voorzien van rood materiaal voor een beetje accent. Wat ik zei, veel reflectie is allemaal opgelamineerd, dus ook voor de zichtbaarheid erg goed. Aan de achterkant wordt hij ietsje langer, kan hem mogelijk vastritsen aan de broek en aan de voorzijde wordt hij iets korter. De broek is ook voorzien van SASTEC protectie. En wat stretchmateriaal aan de bovenkant, waardoor je makkelijker kan bewegen. Ook hier weer heel veel reflectie op de broek ook. En het stoere van deze broek is dat hij ook een steekzak heeft. Dus je kan hier makkelijk spullen in meenemen en het geeft de jas ook wat extra's. Kleine details, ritsjes, zakjes. Kom nog even terug. Aan de voorzijde zie je ook weer heel veel reflectie en hele grote ventilatiehappers. Ik zet je open. Kan de lucht naar binnen en aan de achterkant natuurlijk eruit. Je kan hem stellen op je armen. Nou, rij je naked bike is het heel belangrijk dat je jas goed strak zit. Want hij is vol vatbaar voor de wind natuurlijk. En je wilt dat hij zo min mogelijk gaat flapperen. Aan de binnenzijde heel veel stretchmateriaal, waardoor hij inderdaad ook wat strakker kan zitten. En waardoor je toch de bewegingsvrijheid houdt. Grote zakken die aan de bovenkant bereikbaar zijn, maar ook aan de zijkant. Heb je steekzakken waar je handen in kan steken als je gewoon loopt. Je kan hem om de middel verstellen, aan de onderkant. En aan de binnenkant een uitneembare thermovoering. Zorg ervoor dat je deze jas ook prima in de winter kan dragen en in het voor- en na-seizoen. Hou die eruit, dan blijft wel het waterdichte Herox-membraan erin zitten. Dat is een waterdicht en ademende membraan. Zorg ervoor dat de water niet erin kan, maar je transpiratie en je vocht er wel uit. Je P is 1,82 meter lang, weegt ongeveer 80 kilo en draagt van zowel de jas als de broek een maatje L. Je ziet dat de broek wat smal is, een beetje sportievere pasvorm heeft. En je ziet dat de jas aan de bovenkant ook goed strak zit en langs de mouwen redelijk strak zit. Dat is ook de bedoeling. Je moet hier gewoon een shirtje onder dragen of een dun truitje. En als dan alle voering erin zitten, mag die lekker strak zitten. Want als je de voering eruit haalt, is het natuurlijk niet de bedoeling dat hij te veel gaat wapperen. Wil je meer informatie over deze set of wil je deze jas en broek bestellen? Klik dan op de balk in beeld. Bedankt voor het kijken en tot de volgende review.